De coronatijd is voor de hele samenleving, maar ook voor onze beweging eigenlijk wel een hele spannende tijd geweest. Omdat wij als beweging staan dat wij van regels naar relaties willen gaan. En we de coronatijd natuurlijk ook als een tijd ervaren hebben waarin ook heel strikt allerlei richtlijnen zijn uitgevaardigd. En wat heeft dat nou betekend voor ons als beweging en voor al die deelnemers? Hoe hebben we dat nou ervaren? Hoe kijken we daar nou op terug met elkaar? En dat heeft de RVS natuurlijk ook gedaan en die heeft daar ook wel wat behartigingswaardige stukken over geschreven en uitingen over gedaan. En daar hebben we met elkaar over gesproken. En Jet Bussemaker heeft ons daar een stuk reflectie op gegeven van goh, het vraagt ook lef en moed om in zo'n tijd ook dingen ter discussie te stellen en te kijken, is dit nou het goede en waarom is dit dan het goede en past dat nou bij onze zorgvisie en de waarden waar we voor staan? En ben je die dialoog wel voldoende aangegaan in je organisatie? En niet alleen in je organisatie, maar ook met familie en met alle groepen die daarbij, en met je bewoners natuurlijk, die erbij betrokken zijn. Hoe doe je dat nou? En heb je het lef gehad om ook om het aan te passen gedurende de tijd? Want in het begin was het heel spannend. Dus het vraagt ook om daar adaptief in te zijn. En heb je die dialoog gezocht met iedereen om dat gesprek te voeren? Natuurlijk allemaal goede vragen die we ons reflectief moeten stellen. En dit gaat over iets heel groots, de coronacrisis. Maar eigenlijk zegt ze ook in het heel klein: zorg nou dat je elke dag de ruimte hebt met elkaar als professionals en met iedereen waar het om gaat. Om even, al pak je maar 5 minuten, van wat is belangrijk en waar willen we aan werken en wat willen we beter doen vandaag of aan het eind van de dag. Is dat goed gelukt? Dus zij vraagt echt om die reflectie te hebben, om meer vanuit waarde te doen dan vanuit alle richtlijnen. En dat spreekt erg aan. Nu Anton, heel hartelijk bedankt. Mooi verwoord. Ellie van der Wijk, mag ik het woord aan jou geven? Ja, die 5 minuten die heb ik ook wel meegenomen. Want wat ik wel heel erg leerzaam vond, het inzicht was eigenlijk dat als je geen richtlijnen, geen protocollen hebt, dan geef je ruimte aan medewerkers. Nou, dat geven we ook. Maar je hebt niet alleen ruimte nodig, je hebt ook nog een ander eikpunt nodig. Als er geen richtlijn is, geen protocol, wat is dan je eikpunt? En dat moet een sterke missie en visie zijn, en die hebben we, denken wij. Maar daar moet je wel elke dag even op terugkomen. Wat draag je bij? Wat doe je beter? Hoe doen we het beter? Dus dat is wel iets wat ik meeneem. Hoe zorgen we ervoor dat eikpunt zo stevig genoeg is dat iedereen die ruimte heeft, maar ook ervaart en daarna kan werken? En daarnaast vond ik een hele mooie opmerking: koester je rebellen en luister naar ze. En kijk wat je van ze kan leren en mee kan nemen. En heb ook het lef om af en toe te denken: dat hebben we fout gedaan. We gaan het gewoon nu anders doen. Dus hele mooie bijeenkomst. En een paar mooie inzichten voor mee naar huis. Dankjewel, Ellie. Koester je rebellen, die heb ik ook opgeschreven, inderdaad. Heel mooi. Jeff Mol. Ja, ik moet zeggen, ik denk dat bijna alles nu wel is gecoverd door Ellie en Anton. Al die takeaways. Ik vond het gewoon heel boeiend om ook te zien hoe de RVS probeert te werken aan hun adviezen, hè. Ze hebben 5 routes geschetst, die hebben we met elkaar behandeld. Ja, en ik vind toch dat zo'n 1,5 uur, hè, die we met elkaar bezig zijn, zet je toch weer opnieuw aan het denken, hè. En we hebben allemaal de coronacrisis vast geëvalueerd. Maar toch merk je dat je hier weer verdieping in aanbrengt. En er weer echt wat van kan opsteken. Zoals eigenlijk Anton en Ellie al hebben gezegd. Dus ik kijk ook terug op een waardevolle bijeenkomst. Dank je wel. Heel hartelijk dank alle drie. Ik vind het mooi, Jeff, wat je zegt. Dat toch in 1,5 uur je weer opnieuw aan het denken gezet wordt. En dat is denk ik ook de bedoeling geweest van deze bijeenkomst. Heel hartelijk dank voor jullie reflectie hierop. Marie-Antoinette, wil jij namens het LOC nog iets toevoegen hieraan? Ik zou het nu leuk vinden als juist Martijn dat doet. Martijn, want ik vond het zo leuk dat jij aan het eind van de bijeenkomst zo mooi de verbinding tussen de Raad van de Volksgezondheid en Samenleving en de Beweging Radicale Vernieuwing aangaf. Weet je, dat geeft toch iets overstijgends aan deze bijeenkomst. Want de Raad van het is wat Martijn ook zegt, van de Raad van de Volksgezondheid en Samenleving, die geeft adviezen die zo raken aan waar we in de beweging mee bezig zijn. En om dat toch even te duiden, dat is al, ja. Wat me vanmiddag heel erg bijgebleven is dat Jet Bussemaker als lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving woorden gebruikte die we ook in de beweging heel vaak gebruiken. Ze had het heel erg over vanuit mensen organiseren, merken dat systemen niet centraal moeten staan.
dat besluitvorming misschien, als je dat echt met mensen zelf doet, langer lijkt te duren, maar veel dieper indalen en veel meer effect hebben en echt aansluiten bij wat er nodig is. Ik voelde een diepe verbondenheid tussen onze beweging en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. En ik hoop ook dat we in de toekomst elkaar daarin kunnen versterken. En Jet Bussemaker zei dat ook, dat ook voor de RVS deze middag een mooie middag was, omdat het hen ook heel veel input gaf voor hoe dat in de samenleving eruit ziet en de worsteling die het soms ook betekent om tot die gewenste verandering te komen. En ik denk als we met elkaar en ook nog andere partners die beweging doorzetten, het is niet een beweging die we zelf bedacht hebben, maar een onderstroom in de samenleving, dan komen we ver en dan komen we ook bij een samenleving uit waar iedereen meetelt en iedereen van waarde mag zijn. Nou, heel mooi. Mooie afsluitende woorden, Martijn. Volgens mij kijken we terug op een hele inspirerende en fijne middag. Dank dat jullie daarop wilden reflecteren met ons.